Het is een stuk drukker op Schiphol dan u denkt. Er vertrekken en landen namelijk op dit moment al veel meer vliegtuigen dan in de afspraken staat. Maar hoe kan dat? Om de geluidsoverlast te beperken is er een maximum gesteld aan het aantal vluchten. In vaktermen wordt gerekend met vliegbewegingen. Iedere keer als een vliegtuig opstijgt of landt op Schiphol is dat één vliegbeweging. En ieder jaar mogen er maximaal 500.000 van die vliegbewegingen worden uitgevoerd. Maar vorig jaar heeft Schiphol al ruim 496.000 van die vliegbewegingen gehad. Ze zitten dus bijna aan hun max. Sterker nog, stiekem zijn ze er eigenlijk al overheen. En dat komt door een slimmigheidje van Schiphol. Want zakenjets, privévliegtuigen en helikopters telt Schiphol niet mee in het aantal vliegbewegingen. En zo blijven duizenden vluchten onder de radar. Bijvoorbeeld dit privévliegtuig van de Rolling Stones. Niet bepaalt het kleine vliegtuigje waar u misschien aan denkt bij zo'n privéjet. Er kan ruim 80 man in. Toch telt deze niet mee. De meest recente cijfers gaan over 2016. En dan zijn al die privévliegtuigen, zakenjets en helikopters goed voor ruim 12.000 starts en landingen op Schiphol. De verwachting is dat dat aantal nog verder stijgt. Schiphol gaat zelf uit van 14.000 in 2017. En dan kom je dus ver uit boven het aantal vliegtuigbewegingen waar Schiphol mee akkoord is gegaan. Maar mag Schiphol dat zomaar doen? Wat wel en niet onder vliegbewegingen valt, staat vastgelegd in de luchtvaartwet. En sinds dit jaar staat daar opeens iets aan toegevoegd. Onder vliegbewegingen staat er vallen alleen commerciële vliegtuigen en dus niet die privéjets. Eerder stond daar nog helemaal niets over vastgelegd in de wet. En dan is het wel heel toevallig dat net nu het plafond voor Schiphol in zicht raakt, dit erin komt te staan. Schiphol zelf zegt: Oké, okay, het stond dan nog niet in de wet, maar iedereen wist dat die privé-hets en helikopters niet meegenomen werden in de cijfers. Dat stond ook in een aantal brieven en afspraken die zijn gemaakt. En bovendien houden ze in de berekening over geluidsoverlast best rekening met die privé-hets, zegt Schiphol. Maar of dat genoeg is voor al die extra vliegtuigen?